Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 8 van Attack on Titan, Assassin's Bullet. En ja, wat een aflevering jongens. Waar moet ik beginnen? Er zitten eigenlijk twee hele grote dingen in deze aflevering die wat uitgebreider besproken gaan worden. Maar we beginnen gelijk met de battle tussen Eren en Reiner. En ja, dat was uiteindelijk niet echt een hele grote battle. Eren wist Reiner eigenlijk al vrij snel af te maken. En toen Reiner daar zo lag, was ik nog even bang dat hij misschien de Jaw Titan gewoon ging opeten. En dat hij dus ook een soort Double Titan kon worden, zodat hij het beter kon opnemen tegen Eren's Triple Titan. En we hebben Eren eigenlijk ook nog geen gebruik hoeven te zien maken van zijn nieuwe krachten van de Warhammer Titan voor deze battle. Want Reiner was ook totaal niet in staat om die Jaw Titan nog op te eten, want zijn eigen kaak lag er op dat moment af. Dus Eren heeft er gewoon voor gezorgd dat Reiner op dit moment even geen factor meer kon zijn. Dan geeft Eren ook aan Mikasa dat hij op dat moment ook al tegen zijn limiet aan zit. En dat is ook wel te verwachten nadat hij 3 keer binnen een best wel korte periode in zijn Titan veranderd is. Dus Mikasa die komt naar Eren toe en die neemt hem gelijk mee naar de Zeppelin toe. En daar krijgen we dan ook de reunie tussen Armin, Eren en Mikasa. Eindelijk weer met z'n drieën samen bij elkaar. Dat is dit seizoen voor het eerst dat we ze met z'n drieën samen hebben gezien. En Gabby die ziet dan dat Eren en Mikasa en eigenlijk de rest van de Survey Corps er vandoor gaan in die Zeppelin. En die besluit dan toch achter ze aan te gaan om te proberen nog gewoon zoveel mogelijk van ze dood te maken. En ik had al een slecht gevoel bij Gabby's intenties in de vorige aflevering. En ik had al zo'n gevoel van ja, het zou me niet verbazen als hij gewoon binnenkort iemand gaat doodmaken. En dat is er in deze aflevering dan ook gelukt. Ten eerste schiet ze gewoon een random soldaat van die Survey Corps neer. En zijn omnidirectional tool die zat nog vast aan de Zeppelin. En daar kon ze dan ook gebruik van maken om zichzelf die Zeppelin in te lanceren. En daar gewoon ja, met haar geweer op een van de soldaten in te schieten. En dat bleek dus Sasha te zijn. En rest in peace Sasha, we gaan je missen. Ze was gewoon ja, echt zo'n goed persoon. Ze wou gewoon eten, weet je. Ze hield van vlees en van aardappelen. En ze verdiende dit lot gewoon niet. Het is gewoon zo sad. Dit is misschien wel het meest zielige moment in seizoen 4 tot nu toe. Maar ja, dat komt omdat we gewoon ook al attachment hebben aan Sasha vanaf het eerste seizoen. We hebben haar ook gewoon zien evolueren door de jaren heen. Maar ja, de rest van de soldaten die beginnen dan op Falco en Gabby in te slaan. Want Falco die is ook nog met Gabby meegegaan. Die hield nog vast aan haar, zodat die ja, met haar mee kon. Er wordt het aan John overgelaten wat ze wel of niet met hun gaan doen. En ja, we hebben in de vorige aflevering ook al gezien dat hij gewoon een goed hart heeft en niet zomaar kinderen doodmaakt. En hij heeft dan zoiets, er is al genoeg bloed verspild in deze afgelopen paar uur. Wat heeft voor nut om nu op dit moment hun ook naar beneden te gooien. Dus Jean besluit Falco en Gabby dan mee te nemen naar Captain Levi en Eren, Mikasa en Armin. Ik vond het ook wel een nice touch dat zodra ze te horen kregen dat Sasha neergeschoten was, dat Armin en Mikasa gelijk er naartoe renden om ja, nog afscheid van hun te kunnen nemen. En dat zorgde dan ook wel voor een emotioneel afscheid toen hun er huilend bij stonden terwijl Sasha doodging en ja, nog de laatste woorden uitsprak. Dan komen we er ook nog eens achter dat Zeke al vastgebonden is en ja, aanwezig is op de Zeppelin ook. Het was na de vorige aflevering natuurlijk ook nog een vraag of Zeke nou wel of niet nog leeft. Ik ging er wel van uit dat hij misschien nog een rol te spelen had in dit verhaal. En dan krijgen we dus de grote twist van deze aflevering dat Zeke eigenlijk er al bij betrokken was en gewoon heeft samen gecommuniceerd met die Survey Corps soldaten om dit helemaal op te zetten. Want die soldaat van een aantal afleveringen geleden die dus Peek en Galliard heeft vastgezet, die wordt onthuld als een volger van Zeke. En ja, dat is dus blijkbaar iemand die Peek zelf ook al kende. Daar krijgen we dan ook een flashback van te zien. En die heeft waarschijnlijk dus ook doorgecommuniceerd aan Zeke dat de Survey Corps dit plan had. En hij speelde dus eigenlijk mee en hij moest improviseren door nog die stenen te gooien, zodat hij niet zijn coverall kon weggeven aan de rest van de Marlies. Maar het is wel interessant om te zien dat ze hem ondanks dat nog steeds wel vastgebonden hebben. Dus ze vertrouwen hem ook nog niet. En Levi die komt ook naar hem toe en die geeft ook aan van ja, ik bewaar het beste stukje vlees altijd voor het laatste. Dus als het aan hem lag, dan had hij Zeke al lang gekild. Alleen ja, hij weet dat dit nu voor de lange termijn strategie nog effectief kan zijn om hem in leven te houden. En er is ook best wel wat intern ja, gebikker onder die Survey Corps. Dat ze Eren bijvoorbeeld deels de schuld geven van wat er allemaal gebeurd is. Want het was natuurlijk zijn plan om dit nu zo op deze manier uit te voeren. En om de Survey Corps dus naar deze stad toe te brengen. Dus een aantal van de soldaten die daar aanwezig zijn op die Zeppelin, die geven hem ook de schuld van alle slachtoffers die gevallen zijn tijdens deze battle. En Hanji is ook nog eens pissig op hem, want die geeft ook aan van ja, we hebben jou al zo vaak moeten redden en elke keer zet je jezelf weer in gevaar. Nu gooi je jezelf ook gewoon weer in een soort van hostage situation, dat je eigenlijk gewoon undercover ging midden in hun empire en gewoon ja, jezelf zo dichtbij hebt gebracht om dit plan uit te voeren. Maar al met al zijn er dus ja, weer grote ontwikkelingen geweest in deze aflevering. Ik ben heel benieuwd waar het in de volgende aflevering naartoe gaat. We hebben deze keer niet echt zo'n dringende cliffhanger gehad als de vorige keer. Dus
ja, we kunnen in principe nog alle kanten op. Moet nog maar blijken wat ze natuurlijk met Gabby en Falco gaan doen. Die zijn nog steeds aanwezig op die Zeppelin. En het moet nog blijken of Peek nog gaat herstellen van haar injuries. We kunnen in ieder geval zeggen, rest in peace Sasha, we gaan je missen. Je hebt vorige episode nog een geniale kill gemaakt. Die, ja, waar iedereen van genoten heeft. En dit had je niet verdiend. Maar tegelijk ben ik ook weer niet te boos op Gabby. Want vanuit haar perspectief is het ook wel te begrijpen. Het is alleen, ja, ze komt nog steeds wel erg extremistisch over. Zij gelooft nog echt gewoon in de filosofie. Sophie die de Marleys haar hebben aangeleerd. En ondanks dat de Eldians gewoon echt, ja, als poep behandeld worden, heeft zij nog steeds gewoon die hoop dat zij kan bewijzen dat zij anders is en dat de Eldians toch gewoon goede mensen kunnen zijn, ondanks dat de Marleys hun nooit echt die kans gegeven hebben. Dat is gewoon een van de fijne dingen aan het Attack on Titan. Het is gewoon allemaal vrij complex. Het is niet zwart-wit. Je hebt gewoon twee kanten en vanaf beide kanten valt erin te zien waar ze vandaan komen. En hoe vet de actie ook is, zodra het geweld gewoon plaatsvindt, ben je altijd bang dat een van je favoriete personages gaat sneuvelen. Ja, deze aflevering was het dan de beurt aan Sasha, maar ik ben bang dat zij niet de laatste zal zijn in dit seizoen. Dus laat me weten wat jullie van deze aflevering vonden. Laat me weten wat jullie denken dat er gaat gebeuren in de komende afleveringen. En dan zie ik jullie volgende week gewoon weer terug voor nog een Attack on Titan review. En ik ga proberen zo goed als elke dag nieuwe content op de Nerdcultuur kanaal te gooien. Dus subscribe, zodat je op de hoogte gehouden kan worden van alles wat gaande is in Nerdcultuur.